Ja, ek is Pieter-Steph du Toit. Ek is die 7de generasie van Pieter-Steph du Toit. En ek het goed geraak in Rugby Kasteel. Ja, my grandfather was a Springbok, Pieter-Steph du Toit. And yeah, the rumors are he was one of the strongest guys to play for the Springboks. And that's something I always looked up to. But he was quite a young, strong, fast guy. And yeah, that's how I remember him as well. So he exchanged a lot of jerseys with his opponents. It's just something special to look at, to see that character of a jersey there. Playing for the Springboks, that's actually what the real thing is to what you leave behind. Het was altijd mijn droom om voor de Springbokke te spelen. In de hoerschool was ons altijd die volkslied gesing het in die saal. Dat ik altijd niet zo, zoals een stuk meer, altijd een merkje waar ik gekeken heb naar die meer en altijd gedink het, my oor toegemaak. En gezien hoe ik op een veld staan. En dit was altijd een droom voor mij van kleins af. Mensen af voor staan en elkaar vasttrekken. En samen zingen uit volle borst en die Springbokke onder zien. Ze baie. Sterk band wat jy as speler met die toeskouers ook het, sonder dat hulle dit weet. Dit is 'n ongelooflike lekker gevoel. Jy voel half jy het 'n band met die ou, net omdat hy op die Springbokke ondersteun. Hy ondersteun jou indirek. Dit is regtig iets baie spesiaals. I just come up to you and just say, you give me hope. And if someone tells you that, it gives you such a satisfying feeling, and it gives you hope as well, that you know you're on the right track. And that's my goal, is to try and give people hope and giving something to believe in.